Welkom vrienden van M2 Trading. Leuk dat jullie weer kijken naar weer een nieuwe aflevering. Vandaag ga ik u meer vertellen over klapreiniger voor de motor. Deze klapreiniger is te gebruiken in zowel de 2-tak als in de 4-tak scooter. En de klapreiniger is te koop bij ons in de webshop en die kun je vinden onder het artikelnummer 1-300-8063. Ik herhaal 1-300-8063. Dit is een product dat we nu sinds een half jaar verkopen. Het is een 5-in-1 klapreiniger. Wij vinden het een geweldig product. Het wordt zeer veel verkocht. En eigenlijk iedereen is er laaiend enthousiast over. Deze klapreiniger is te gebruiken zowel al in de motor, in de scooter, maar ook in de 2-takt brommers. Het maakt eigenlijk niks uit waarin het doet. Het is geschikt voor 2-takt en 4-takt. Dus je zou het eventueel ook nog in je grasmachine kunnen doen. Wat doet de klapreiniger? De klapreiniger die herstelt het vermogen van de motor. Hij vermindert het brandstofverbruik. Laat uw scooter beter stationair lopen. Verwijdert eigenlijk alle vuilresten en blokkeringen die in uw scooter zitten. Voorkomt de koolaanslag, dat is misschien wat het allerbelangrijkste. En reinigt de in- en uitlaatkleppen wanneer u een 4-takt heeft. En deze, het belangrijkste wat hij doet eigenlijk is het verzorgen van een betere verbranding. Wat doet nou de klapreiniger eigenlijk echt? De klapreiniger die zorgt ervoor dat de schadelijke stoffen voor uw motor en de stoffen die vuil aanbrengen in de benzine, dat die gefilterd worden. En dat die beter verbranden, waardoor uw motor veel schoner wordt en waardoor alles gereinigd wordt. In de autobranche zien we dat al jaren dat het gebruikt wordt. In de scooter- en motorbranche begint het nu pas langzaam op te komen. Maar ja, het werkt echt fantastisch. Het zorgt er gewoon voor dat uw scooter veel beter gaat presteren. Probeer het een keer, zou ik zeggen. Voor het geld hoeft u het niet te laten. Een flesje kost 9,95. En een flesje, daar doe je best wel een tijdje mee. Zoals u ziet, bestaat op de flesje staan een aantal maataanduidingen. Het staat 10 ml, 15 ml, 20 ml en 25 ml. Dit dient u bij iedere tankbeurt in uw tank te gooien. Het liefst vlak ervoor zodat het goed met de benzine mengt. De eerste keer gooit u er 25 ml in. Hoe kun je dat precies afmeten? Nou, dat is heel eenvoudig. U knijpt in het flesje. Met dat u knijpt, vult het flesje zich. We hebben nu tot 15 ml. En als je nog een keer knijpt, knijp hem vol tot 20 ml. Nu kun je hem op de kop houden en zal alleen de vloeistof eruit lopen. En de rest zal netjes in de fles blijven zitten. De eerste keer, zoals gezegd, doet u 25 ml erin. Daarna is het een beetje afhankelijk van hoe ver u rijdt. Maakt u veel korte stukjes van maximaal 15 km per rit. Dan is het aan te raden om bij iedere tankbeurt 10 ml erin te gooien. Maakt u veel lange afstanden, dan zou ik zelf er 5 ml in gooien. Dat is dan voldoende. Misschien de eerste 2-3 keer iets meer, zodat de motor even goed gereinigd wordt. En dan is het gewoon een kwestie van onderhouden. Dit product vangt niet de onderhoudsbeurt, maar draagt wel bij aan een langere levensduur van de motor en een betere verbranding. Waardoor u gewoon veel langer plezier heeft van uw scooter of motor. En waardoor die minder snel dingen kapot gaan. Dus uiteindelijk gaat u besparen op de kosten die u kwijt bent aan een garagist om uw scooter te maken. Of dat u het zelf dient te doen. Maar de onderhoudsbeurten blijven natuurlijk erg belangrijk. Want de olie moet ververs worden, de veesnaar moet vervangen worden regelmatig. De luchtfilters dienen vervangen te worden. Dus het vervangt niet je onderhoudsbeurt. Nou, mocht je nog vragen hebben over deze klapreiniger, plaats dan rustig hieronder een comment. Vergeet niet deze video te liken en abonneer je uiteraard op ons kanaal wanneer je dat nog niet hebt gedaan, zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe video's. Nou, tot de volgende keer bij M2 Trading.